we zitten nu in een soort strijd tussen boer en natuur. En de vraag is dan, wie gaat dat winnen? Als we zeggen de natuur moet winnen, dan moet de boer wijken. Maar je kan ook zeggen, die boer moet eigenlijk blijven, want we hebben dat voedsel nodig. Dan moet de natuur dus wijken. Om een voorbeeld te nemen, hè, op het moment dat wij in Zuid-Limburg bijvoorbeeld de agrarische sector willen laten reduceren, dat is voornamelijk in de rundveesector, dat betekent dus dat het landschap compleet op zijn kop gaat. We hebben daar graslanden. Grasland is alleen maar geschikt voor koeien.